Lekker stil, Saskia, wat zeg je nou, hè? Het is soms ook zo mooi, want het zijn te kleine dingen die het hem doen, hè. Nou, dat is niet waar, Sessie, joh, jochie. Met een klein dingetje doe je verdampt weinig, hoor. Ah, joh. Ah, het is een lekker stil, dat wel, hoor, want ik kent die twee wel goed. Wat heb ik nou, hè? Ik krijg nou rood haar. Ik heb de oorbellen van Saskia nog in, hè. Hey, kleedje, ik heb de bellen van Sas nog, hoor. Hey. Nee, ze is zeker weg, Sas. Hey, joh, die gaat gelijk door naar de volgende snap. Joh, die leuk, die werken wat af, hoor. Hey, goed, die zat er maar. Schrikken, hè? Nog even, we hebben een complete travestietenshow, hoor. Je mag trouwens je bovenlip wel eens laten hassen, Sas. Ah, joh. Jongen, je moet dat even schrikken. Oh, ik vind het wel jammer van die bellen van Sas, hoor. Nou, ik had gedacht dat ik die Sas bellen mocht houden, joh. Ik denk, lekker. Ik denk, de verkopers zijn een fan. Dan vang ik weer poen, weet je wel. Wij kunnen wel wat poen gebruiken, want je kan wel morgen wat live op de buis. Satellietje erbij. Ik moet al die attesten mag bekostigen. Maar ik zelf mag ook nog steeds een ander jurkje aan de kaswaard, hoor. Hé, de kaswaard. Oh, dan ga ik nog wel eens collecteren, maar ja, je krijgt geen klap, hoor. Ja, een klap wel, maar... Maar de rest niet, zelfs niet in die villa wijken, hoor. Want wat een paar weken geleden liep ik daar ook te collecteren. Schitterend huisje, ik weet je wel. Prachtige tuin. Mevrouw stond zelf voor de deur bladeren te rapen. Ik denk, die mag ik hebben, hoor. Dus ik schud zo met mijn collectebus vlak voor de koker. En dan zei ze, heb je misschien een bijdrage voor de collecte? Toen zei ze, wat zeg u nou? Is het lente? Ik zei, nee. Ik zeg, heb je misschien een bijdrage voor de babbelende papegaai? Ze zegt, oh ja, ja, ik vind het ook prachtig najaar, prachtig najaar. Ik zeg, nee, ik zeg, hoort nou eens even goed. Ik zeg, heb u wat geld voor het goede doel? Ze zegt, oh, ja, dat is ook versteld van dat de bloemen nog bloeien. Dus ik zeg, mens, ik zeg, baas nou toch gauw met je tuintje. Toen zegt ze, krijg jij de kleren met je collect, hè? Ladies and gentlemen, peoples, dankzij een gulligje van mijn schoonmoeder, die graag anoniem wenst te blijven. Maar die is met die grote worstenvingers van er in het kleine bruine portemonneetje heb gevroet en van een bodempie nog op een briefje zelf heb kunnen schrapen, kunnen wij u heden bij de babbelende papegaai nog presenteren. Als sluitstuk, echt voor een joekel van een verdette, een eerste klas wereldster. Ik ben te trots op dat ze helemaal hier naartoe is komen vliegen en ik roep voor de laatste maal bij de